50 meter. Galoppade voor Flavius Bokum achter de auto. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de eerste koers. Flavius Bokum verzuimde aan de start. En Kings Road E neemt direct naar de start de leiding. En heeft drie kwart lengte voorsprong genomen. Aan de buitenzijde komt Go Lucky. Uitgeschakeld paard nummer 8. 8 galop. Nummer 8, Flavius Bokum is uitgeschakeld. Paarden gaan de eerste bocht in. En het is aan de kop op dit ogenblik dan die nummer 4, Go Lucky. Die ging de leiding overnemen bij het indraaien van de bocht. Kings Road 1 nu op de tweede plaats. Glamour Groenhof komt in het tweede spoor naar voren. En ook Grady Stardust is aan de opmars bezig. Dat zijn op dit ogenblik dan de smaakmakers in het front. Als de paarden de eerste maal de rechte lijn voor de tribune inkomen. En krijgen we toch weer een algemene hershuffling van het veld. Als we het zo krom ook zeggen. Aan de kop gaat nu namelijk Glamour Groenhof. Ruud Pols heeft de leiding overgenomen. Maar dat laat Wim van der Mespel niet zomaar op zich zitten. Hij pakt met Grady Star dus de leiding over. Maar kijk hoe lang die van die positie kan genieten. Want daar komt Giant Starlik met Hugo Langeweg junior naar voren. En die neemt dan op zijn beurt de leiding over. En zo is er nog geen moment rust geweest in de koers. Als we intussen de laatste ronde ingaan. Met aan de kop nu Giant Starlik. Giant Starlik, die heeft de leiding en heeft een lengtevoorsprong op Grady Stardust. In derde positie volgt dan Glamour Groenhof. Vierde Go Lucky. Vijfde aan de buitenzijde is een oprijdende Graham Convertol. Zo komen de laatste 1000 meter zo dadelijk in. Aan de overzijde van de baan. Wat verder weg Easy Going BR. Teruggezakt is nu Kings Road A. Die ligt nu voorlaatste van het peloton. En laatste is Galaxy W. En dat zijn de paarden die overigens vrij dicht bij elkaar zijn. Als we halverwege de rechterlijn aan de overzijde zijn. Onder aanvoering van Giant Starlake Hugo Langeweg junior. Giant Starlake een lengte voorsprong. Op de tweede plaats Grady Stardust. Daarachter komt Graham Convertol. Heeft nu de derde plaats afgesnoept van zijn trainingsgenoot Glamour Groenhof. En daarachter volgt een Easy Going BR met wat verder weg in het veld dan Go Lucky. Dan Galaxy W en Kings Road A verkiezen het nog steeds om alles vanaf de laatste plaats te bekijken als ze tussen in de laatste bocht zijn gekomen. En aan de kop leider Giant Starlake. Onder druk staat nu van Graham Convertol. Graham Convertol in het tweede spoor. Probeert op te rijden, maar Giant Starlake die geeft partij. En zo komen de paarden dan de laatste rechte lijn in. Hebben dan nog 350 meter te gaan. Maar Graham Convertol heeft de leiding overgenomen. Giant Starlake aan de binnenkant komt terug voor meer. Deze twee paarden die vechten het op dit moment uit. Easy Going BR komt naar voren. Dan Galaxy W langs de intersectie van de banen. Twee, drie paarden op lijn. Easy Going BR neemt daarbij de leiding over. En ja, die Graham Convertol moet lossen. Maar Easy Going BR, die heeft hier de leiding genomen. En die gaat hier de koers gemakkelijk naar zich toe trekken. Easy Going BR, de opener, wint hij met Rob de Vlieger. Op de tweede plaats Giant Starlake. Dan Graham Convertol, Galaxy W. En daarachter Kings Road A. Ik zeg nog zo, vergeet hem niet aan 170 tegen 1. Maar dat hij met een straat zou winnen, Zan, dat had ik ook niet 1, 2, 3 verwacht. Jij moet vaker langs gaan dan. Het brengt geluk. Ja.